Vandaag overleed pianist Louis van Dijk. 78 jaar werd hij. Louis leed al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer. En ik had met hem een afscheidsinterview in het toenmalige programma Pauw. Louis wist op dat moment dat hij ziek was en deed toen zijn laatste tv-optreden. En dat gesprek en dat optreden gaan we dus hier herhalen. Enkele dagen voor dat interview had Louis van Dijk afscheid genomen van zijn publiek tijdens het Loosdrecht Jazz Concours. En we begonnen het gesprek met beelden van dat concours. Was het een fijne avond, Louis? Ja, fantastisch. Ja? Ging het allemaal lekker? Ging allemaal gesmeerd. Ja. Cor, jij was er ook bij, hè? Ik was erbij. Ja. Ik vond het sommige momenten ontroerend. Ja. Want er zaten 800-900 man helemaal afgeladen. Ja. En Louis werd nog niet eens aangekondigd, maar kwam al een beetje oplopen. En mensen gingen massaal staan. En dat is een paar keer gebeurd, van die staande ovaties. En dat verdient de beste pianist van Nederland ook, ja, wat mij betreft. Had je het gevoel, Louis, dat dit een afscheidsconcert was? Ja, ik wist het natuurlijk. Jawel, maar ik bedoel, het lijkt mij best wel een soort pijnlijke constatering. Dat je denkt, dit is de laatste keer dat ik iets... Nou, het heeft wel een emotionele lading natuurlijk, maar... Ja. Maar wel heel positief. Ja. Ontzettend leuk. Maar is het dan ook dat je zegt, ja, ik moet nu ook wel stoppen, want ik kan het niet meer of zo? Dat nee, gevoel had ik niemand. Kan het wel best, hoor. Nou. Ja. Ik zal het Rick laten zien. Ga je straks nog laten zien. Ja. Maar wat is dan de reden dat je toch zegt, het is klaar? Ik vind dat je op een gegeven moment naar het publiek toe, ook uit respect voor je publiek, moet zeggen dat... dat je zelf hebt besloten om een zeg maar, het hoeft niet zo definitief te zijn, maar dat je hebt besloten om minder te gaan doen. Om een punt te zetten. Ja, een punt zetten. Dat, ja. Louis, er was een ander concert deze week, vorige week, wat je gegeven hebt, waar ook prinses Beatrix bij was. Ja. En die heb je ook nog gesproken, of niet? Ja, dat was ontzettend leuk. ze kwam na afloop naar de foyer waar we zaten, met z'n allen, voor het borreltje in de afloop. En ik stond uiteraard meteen op. Toen zei ze nee, nee, nee. En toen knielde ze helemaal bij me om te vertellen hoe mooi het was geweest. Ja. Dat is toch buitengewoon leuke herinnering. Ja. Ja. Is het zo dat je Beatrix ook goed kent vanwege Pieter van Vollenhoven? Nou, ik kom er op verjaardagen bij Pieter natuurlijk wel regelmatig tegen. Ja. Nu pas nog... Ik had het net nog gezien. Ja. Ja. Nou hebben wij, de vorige keer hebben wij gesproken, ook aan deze tafel, en toen zat je ook op dezelfde plek, over de relatie tussen muziek en Alzheimer. En, ik zag hem twee avonden geleden nog diezelfde dame bij je zitten. Ja, precies. Die is die nu ook in het programma met mij zat. Ja, die is nu weer teruggekomen. Ja. Omdat zij ook nog op hele jonge leeftijd Alzheimer heeft en hoe dat zich ontwikkelt. Hoe ontwikkelt het zich bij jou eigenlijk? Oh, het gaat heel goed. Je merkt daar eigenlijk niet veel van? Niks. Helemaal niks? Nee. Nee. Wat doe je iets voor die... Want je hebt dan zo'n concert gegeven. Merk je dan dat de muziek net zo makkelijk gaat als 15 jaar geleden? Ja, dat komt uit je ruggenmerg. Dat gaat volstrekt vanzelf. Ja. Hoe heet dat? Bij Alzheimer is het ook bekend dat muziek maken niet geraakt wordt. Dat is het probleem niet. Nee. Integendeel. Ben je in die zin een beetje bang voor de toekomst? Nee hoor. Voor wat je tegen gaat komen straks? Ik merk het wel. Ja, en dus iedere dag een flesje wijn, dus... niks te zeuren. Ja, echt iedere dag een fles wijn? Nou, niet een hele, maar... Een halve wel. De halve wel, ja. Heb jij dat al overgenomen? Nee. Ik ken Louis eigenlijk als een enorme Bourgondier. Weet je, altijd de beste restaurants in Nederland. Als je een theater speelt, eerst... Hij weet precies in alle gemeentes waar een theater staat... weet hij precies de beste restaurants. Altijd met de beste wijnen. En ja, je hebt er wel van genoten. Het goede leven. Nou. Ja. Ja. Kun jij nou aan ons uitleggen, laten we zeggen... ons, en dan bedoel ik de mensen die niet per se zeer muzikaal zijn... wat jij hebt geleerd van Louis in die 25 jaar dat je met elkaar speelt? En ongelooflijk veel.
Nou, ik moet je eerst zeggen hoe ik Louis muzikaal zie. Hè? Ja. Want dat is ook moeilijk uit te leggen, maar ik probeer het met een metafoor. Als ik Louis hoor spelen, dan denk ik altijd aan een fontein. Een fontein die maar blijft spuiten. En dan komt één idee na het andere. En dat gaat weer. En nog een laag erboven. En dan gaat nog een straal spuiten. Weet je, het gaat maar door. Dus ik heb natuurlijk heel veel met Louis gespeeld. En een paar mensen ken je een aantal dingen natuurlijk. En in één keer komt hij de bocht om. Weer met ideeën. Waar haalt hij dat nou weer vandaan? Als ik met af en toe zit er wel eens wat oudere voetballer aan tafel. Hè? Ik noem hem wat Willem van Hanegem. En die weet nog elke voorzet, bij wijze van spreken, en elk doelpunt. Heb jij dat met de muziek eigenlijk ook wel? Dat als hij zegt van, ik weet nog dat en dat toen en toen, dat jij wel ongeveer weet. Ja, ik heb dat, ja. Er zijn ook wel dingen die ik niet meer weet als het bijvoorbeeld een hele reeks concerten was. Ja. Ik heb er veel tournees met Cor gedaan. Met Jules de Korte bijvoorbeeld, ja, ook. Zeker. En dan weet je van bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld Rotterdam, de kleine doelenzaal, omdat die zo lekker klinkt. Ja. Dan weet je, een paar van die avonden weet je nog. Ja. En je weet de avonden dat je plotseling zo ziek was dat je echt niet kon. En dat kwam heel zelden voor, want het stond je jezelf niet toe. Nee. Maar ik heb wel eens gehad dat ik zo grieperig was dat ik dacht, nou kijk, ik kan de betaal niet eens indrukken van trillen. Maar het is gelukt. En dan kijk, die avonden onthouden we de. Ja. Jullie gaan spelen. Wat gaan jullie spelen? We gaan, dat is wel een mooi verhaal. Ja. Een bekende producer, John Fish. Hè, dat is heel belangrijk voor Louis. Heeft hij heel veel verhalen over verteld. Die zei op een bepaald moment het liedje The Windmills of Your Mind van Michel Legrand. Die moet je op de plaats zetten. En jij had daar niet zo'n trek in, hè, Louis? Nee, ik zag dat stuk helemaal niet zitten. En toen heeft hij een hele nacht met veel drank in Zandvoort, waar hij toen woonde, heeft hij dat stuk in mijn strot gedouwd, hè? En alsmaar met die merkwaardige stem van hem. Dat ik er stapelgek van werd. En ik heb het gedaan. Ja, het is mijn signature tune geworden. Ja. Zullen we naar gaan luisteren? Ja.
was Louis van Dijk, september 2018. Dit was Op 1 voor vanavond.